Ja, welkom terug. We gaan dit laatste blok hier in het theater, in de theaterzaal, gaan we praten over de toekomst van biobased materialen voor in de bouw. Ja, want bouwmaterialen hebben een forse impact op de duurzaamheid. En hoe zou het zijn als we biobased bouwmaterialen kunnen gaan gebruiken? Nu zie je vaak dat de paprikastengels, maar ook de tomatenstengels op de composthoop belanden. Maar ze zijn ook heel goed te gebruiken als isolatiemateriaal. Ja, en wat daarvoor nodig is, daarover ga ik doorpraten met mijn gasten hier aan tafel. Allereerst Ted Duivenstein, van harte welkom. Ja, Ted, jij hebt een hele grote tomatenkwekerij in Pijnakker, als ik het goed heb. Daarnaast Anneke van den Kamp. Jij zit in het topteam van de topsector tuinbouw en uitgangsmaterialen. Ja. Ook van harte welkom. En dan Harry Smijts. Ook welkom, directeur van de Fruit Tech Campus in Geldermalsen. Ja, allemaal mensen met veel verstand van de tuinbouw. Wat daar voor nodig is. Maar Ted, laat ik met jou beginnen. Je hebt heel veel dingen meegenomen ook. Misschien eerst eventjes, hoeveel tomaten kweken jullie in Pijnakker? Nou, we kweken ongeveer 16 miljoen kilo per jaar. En ja, dus bijna elke Nederlander een kilo tomaten. Ja, dus bijna voor elke Nederlander een kilo tomaten. Nou kennen wij natuurlijk eigenlijk alleen maar de tomaat, hè, die we gebruiken en die we eten. Want wat is het? Is het restafval als je praat over tomaten? Nou, we produceren zo'n beetje tussen de 40 en de 80 kilo tomaten per vierkante meter. Ja, dat wordt natuurlijk allemaal geconserveerd. Maar die planten die resten, die aan het einde van het jaar over zijn, dat is ongeveer 7 kilo per vierkante meter. Ja, die kunnen we tot waarde brengen. Dat zijn we ook een aantal jaren geleden aan nadenken gegaan. En hebben we deze bakjes van laten maken. Ja, want dat is dus van, dit is gemaakt van tomatenstengels. Ja, gedeeltelijk. Dus de vezels zitten in het bakje. Die komen aan het einde van het jaar, is dat restmateriaal. Ja, die kunnen we in zo'n proces verpakkingen maken, of papier, of andere materialen. Dus ja, wij kijken natuurlijk naar die verbreding. Ja, het zou natuurlijk mooi zijn ook in die bouwmaterialen als leverancieren bij ons bedrijf bij te betrekken. Ja, want zou je het ook kunnen gebruiken als bouwmateriaal? Ik noemde net het voorbeeld van die paprikastengels, isolatiemateriaal, tomatenstengels. Zeer zeker, dat is zeker te gebruiken. En wij bouwen regelmatig wat uitbreiding met ons bedrijf. En zo doen veel collega's doen dat. Het zou mooi zijn als je dat ook gewoon circulair kan laten zien van je eigen reststromen. Ook in die stap naar die bebouwde omgeving kunt maken. Ja, dus je zou bij wijze van spreken je volgende kas, die zou je kunnen bouwen met bouwblokken van de tomatenstengels. Ja, in ieder geval ook je inrichtingen. Daar hebben wij weer naar gekeken. Van ja, we hebben ook veel kantoren, maar het kale personeel ook hun werk moeten doen. Ja, dan kunnen we daar ook een inspiratie op doen. Van ja, kunnen we daar ook van je eigen restmaterialen. Ja, nou ja, en ik denk niet alleen maar voor je eigen bouwplannen. Het lijkt mij ook inderdaad prachtig materiaal voor de bouwsector in zijn algemeenheid. Want Anneke, is dat iets waar de tuinbouwsector zich ook op richt? Hebben jullie plannen om inderdaad die reststromen te gaan gebruiken voor het maken van bouwmaterialen? Ja. Nou, dat zou natuurlijk geweldig zijn. Hè? Als topsector tuinbouw en uitgangsmaterialen hebben we in ieder geval de ambitie om in 2050 alle reststromen te hergebruiken. En het zou natuurlijk fantastisch zijn als we in Nederland, hè, met de stimulans die we nu ook krijgen van de overheid, allerlei voorbeelden te hebben hoe we reststromen uit de tuinbouw kunnen gebruiken. En dat op zichzelf zou weer een mooi exportartikel kunnen zijn, want in de hele wereld wordt geteeld en al het afval van planten zou hergebruikt kunnen worden. Ja. Dus het is in ieder geval ambitie die we hebben en die ook heel goed past bij onze sector. De tuinbouw en uitgangsmaterialen, dat zijn de groenten, maar we hebben ook bloemen en planten. En ook in gebouwen zijn we heel erg bezig met het vergroenen. Dat is niet per se biobased materiaal, maar planten in gebouwen doen ook heel veel voor mensen. En daar worden mensen wat meer gelukkig van en vaak creatiever. Maar ook planten buiten in steden, in gebouwde omgeving, hebben een hele nuttige functie. En je ziet dat steden worden warmer. En als we daar de bomensector, is ook een onderdeel van de tuinbouwsector. Als daar planten staan en bomen,
Dan heeft dat effect op het klimaat. Het wordt daardoor wat koeler. En ook het waterbergenvermogen in de steden wordt dan beter. Ja, dus we kunnen op heel veel manieren bijdragen als sector aan vergroening. Ja. Maar als we toch even specifiek inzoomen, hè, op de bouwmaterialen. Ja. Hè, om van die reststromen echt bouwmaterialen te maken. Ik hoor jullie beiden praten over het zou mooi zijn als. Ja. Want wordt er nu al gebouwd met de reststromen uit de tuinbouwsector? Nou, het is nog best lastig. Hè? En daarom zitten we hier, denk ik, ook vandaag met die Biogroup. Er zijn zeker experimenten. Ik had het net hier vooraf ook al met Ted over. En we hebben allebei al onderzocht. Ik werk ook voor een bedrijf, Rijkswaan. Waar we gekeken hebben of we al planken aan de buitenkant van de gebouwen konden maken uit reststromen. Maar soms is het nog net even lastig. Van, is het duurzaam? Houdt het lang genoeg? De schaal is soms nog wat klein, waardoor het misschien wat kostbaarder is dan gangbaar materiaal. En de techneuten die vragen natuurlijk allemaal van, ja, maar is dat wel net zo goed als het gewone materiaal? Dus er zijn nog vraagstukken. Ja. Maar er is wel veel vraag naar. Er is veel vraag naar. Dus er liggen ze ook veel potentie, maar er moet ze ook nog veel onderzoek gedaan worden. Zeker. Begrijp ik. Ja. Want Ted, heb jij zelf al wel gebouwd met jouw eigen tomatenstengels? Nee, dat nog niet. Dat is juist het lastigste, dat we echt naar een systeemverandering moeten gaan. En we zijn ook hier 10 jaar geleden al mee begonnen. En we verpakken ongeveer 15 miljoen verpakkingen. Maar het loopt nog niet echt met die verpakkingen. We hebben ze in voorraad staan. De klanten zijn helemaal tevreden. Maar dat vraagt nog echt wel een systeemverandering. Ja. Dus daar moeten we anders naar kijken. Daar moeten we anders naar kijken. Daar gaan we straks ook over doorpraten. Hè? Want de Bayer Group Biobased Bouwmaterialen wordt vandaag natuurlijk ook gelanceerd. Ja. Hè? Een inkoopgroep om dit echt te stimuleren. Maar laten we ook even doorschuiven naar Harry Smeits. Harry, jij bent directeur van de Fruittech Campus in Geldermalsen. Misschien eerst even, wat is dat, een Fruittech Campus? De Fruittech Campus is een initiatief in het grootste voedselbos van Nederland. De gemeente West-Betuwe met bijna 6000 hectare fruit. Zeg maar in samenwerking met de regio Rivierenland, waarbij wij een innovatie- en educatiecentrum bouwen om zeg maar de fruitteelt naar de volgende generatie te helpen, waar fruittechnologie en data de speerpunten zijn. Ja, want is het een sector die iets minder populair wordt bij jongeren? Nou, ik denk dat het de sector is die het meest populair kan zijn, want fruit is natuurlijk heel erg aaibaar en tegen tot een aantal andere landbouwkundige sectoren. Maar het is natuurlijk wel een sector waar we nog heel veel te doen hebben. En natuurlijk hebben wij, in tegenstelling tot kassen waar elk jaar de teelt gewisseld wordt, kan bij ons een teelt 30 jaar staan. En dat zijn eigenlijk, ja, ik noem het daarom niet voor niks voedselbossen. In wezen is een boomgaard is een voedselbos. En het is natuurlijk, wij hebben naast zeg maar, de productiewaarde ook een hele belangrijke landschappelijke waarde. En ook nog een ecologische waarde met biodiversiteit in het zeg maar, totale leefgebied. Ja. Stel je voor, je ging fietsen in de Betuwe en er stonden geen fruitbomen. Nou, ik weet het, de Betuwe heeft ook altijd de bloesemwandeling. Hè? Dus het is natuurlijk een prachtige plek om ook te genieten van die prachtige fruitbomen. Ik heb begrepen, je hebt ook een filmpje meegenomen. Ja. Hè, waar we iets beter zien wat die Fruittech Campus, hoe het eruit ziet. Zullen we even gaan kijken? Ja, graag. Ja, Harry, het ziet er prachtig uit. Innovatief, hè? Dat past ook helemaal bij de Innovatie Expo. Maar gaan jullie ook vanuit deze techcampus investeren in die biobased bouwmaterialen? Nou, ik vind biobased een onderdeel van sociale innovatie. Dat betekent met biobased moet je aan de basis beginnen. Dat is de volgende generatie die in onze bedrijfstak terechtkomt. En daar hoort biobased heel duidelijk bij. We gaan natuurlijk een atrium bouwen. Dan gaan we kijken, kunnen we bouwelementen inzetten? Er zijn natuurlijk heel veel meer elementen die je hier zou kunnen inzetten. En B, het is de Orchard of the Future. En in die Orchard of the Future, die maak je niet nu omdat die volgend jaar hetzelfde is. Want dan is het niet meer de Orchard of the Future. Dus je kunt eigenlijk heel veel componenten, materialen de komende tijd hier laten zien.
showcasen, misschien wel testen meedoen, et cetera. Je hebt ook gezien, er komt een kleine kas, er komt een, zeg maar, een normaal gebouw, er komen koelcellen, er komt een pakstation, er komt eigenlijk alle elementen van de tuinbouw komen op één plek bij elkaar in een 4 hectare tuin, waar echt gewoon ook echt nog een paar duizend fruitbomen staan, et cetera. Het is natuurlijk een prachtige plaats om, zeg maar, naar de generatie van de toekomst, maar ook naar de consument, daar draai ik hem om, te laten zien wat de sector doet aan dit soort, zeg maar, ontwikkelingen. Ja. Uiteindelijk zijn, maar zou je, kun je ons ook nog wat kun je dat verder concretiseren? Want ik kan me voorstellen, die stengels van de tomaten, van die paprika's, daar kan je isolatiemateriaal van maken. Wat zijn de reststromen in de teelt? Nou, in de fruitteelt hebben ze daar nog heel weinig gedaan. Kijk, natuurlijk zou je misschien van aardbeien reststromen kunnen gebruiken, maar hout, ja, volgens mij gaat het allemaal de verbrandingsoven in. En ik weet niet waarom hout wat van een fruitboom afkomt de verbrandingsoven in zou gaan. Nee. Volgens mij is dat niet helemaal de biobased cirkel zoals die zou moeten zijn. Ja. Alleen, dan moet je het heel apart, maar ook, hè, zoals straks al gezegd, ja, waterberging is ook iets. Misschien kun je hout wel gebruiken om waterberging. Hè? Ik bedoel, vroeger had rivierenland genoeg water, maar dat is inmiddels ook een issue aan het worden. Ja, misschien kun je hout wel gebruiken voor waterberging en dat soort dingen. Belangrijk is dat we aan het begin van een ontwikkeling staan. En als je zo'n innovatiecentrum neerzet, vindt mijn bestuur dat wij ook, zeg maar, wel die ontwikkelingen moeten oppakken. Ja, want op die campus zouden bijvoorbeeld ook onderzoeken plaats kunnen gaan vinden. In hoeverre bijvoorbeeld, ja, het materiaal niet gaat schimmelen, ja, niet gaat rotten. Ja. Want ik begrijp dat daar nog veel onderzoek voor nodig is. Ja, we hebben natuurlijk in de campus werken we zowel met MBO, HBO, maar we gaan ook naar WO toe. Dus het is eigenlijk een totale doorlopende leerlijn. Samen met het onderwijs. Het is een triple-helix samenwerking tussen regio, bedrijfsleven en onderwijs. Zowel MBO als HBO, wat ik heel erg belangrijk vind. Ja, en ook dit soort elementen. Hè. Ik bedoel, er gaat weer een minor fruitteelt komen in het HBO vanaf augustus. Dus een vak wat eigenlijk niet meer gegeven werd in Nederland. Nou, daar kun je zo'n biobased element natuurlijk heel goed in die opleidingen inbouwen. Ja. Waardoor je het, zeg maar, in het programma brengt. Waardoor je naar, hè, Ted zei al, sociale of technologische innovatie, het maken van een doosje. Systeeminnovatie is het inpassen in de sector. Maar de sociale innovatie is onze mensen ermee aan het werken krijgen. En dat is misschien wel de grootste uitdaging die we in mijn innovatieleven het makkelijkste vergeten. Ja, in ieder geval, het zou een fantastische, of het is al een fantastische plek, hè, om straks ook dat, ja, onderzoek te kunnen gaan doen. Want Anneke, heb jij andere plekken, of hoe zie je nu dat als topsector ook voor, ja, je, ja, waar dit soort onderzoeken ook gedaan kunnen gaan worden? Ja. Nou, als topsector is het inderdaad biobased materiaal gebruiken voor de ondernemers en het hergebruiken van de reststromen. Is in ontwikkeling. Maar bijvoorbeeld in Naaldwijk, daar staat het World Horticulture Center. Daar komen van nature al heel veel ondernemers bij elkaar. We hebben in de topsector al afgesproken van, we gaan de voorbeelden die er al zijn, daar ook veel meer delen. Daar zit scholing ook in dat centrum. En dat lijkt heel erg op de Fruitech Campus, maar dan voor de glastuinbouw. Dus we kunnen daar laten zien wat er is. En wat belangrijk is, we moeten nog in het onderzoek ook goed vaststellen van hoeveel afval is er samen. Hè? Want een ondernemer die vanuit zijn eigen bedrijf kijkt, denkt, ja, ik heb te weinig stengels om daar wat nuttigs mee te doen. Dus je moet wel met z'n allen samenwerken om alle stengels bij elkaar, dan kun je wel volume maken. Ja. Alle rooien van fruitbomen bij elkaar kun je misschien wel heel mooi hergebruiken. En ja, er moet onderzoek plaatsvinden wat er precies mee kan gebeuren en hoeveel volume er is. Ook in de agrofood, hè, dat is ook een andere topsector, maar daar zijn ook veel reststromen. En als je dat allemaal kunt, samen kunt doen, dan kun je echt volume maken en grotere gebouwen gaan maken. Ja, en dan dus we gaan zeker onderwijs in, we gaan zeker voorlichten aan ondernemers. En we gaan ook bouwmaatschappijen uitnodigen om samen na te denken wat er kan. Want daar liggen natuurlijk wel veel innovaties tussen de sectoren. Waar je zelf niet opkomt, komt een ander wel weer op een idee. Ja, dus ook samenwerken is hier heel erg belangrijk. Zeker. Dat horen, ja, we eigenlijk ook vandaag, ja, de hele dag al, ja, door. Hè? Ja. Innovatie kan eigenlijk alleen maar echt lukken met goede samenwerking. Ja. Ted, is de sector ook klaar voor die samenwerking? Zijn jullie bereid ook om daarin de krachten te bundelen? Nou, zie je zeker. Want je merkt ook zeker de jonge generatie, die wil die verantwoordelijkheid ook gewoon nemen. En we zeggen, ja, we willen het gewoon circulair doen. En we willen dat op een goede manier doen. En we willen de wereld ook gewoon schoner maken. Nou, ik leid ook een proctoraat, circulaire tuinbouw. En die past ook precies daarin om, ja, die verbanden bij elkaar te brengen. Ja. En dan zie je ook dat als de ondernemer
daar in aanraking komt en gesterkt door het onderwijs, het onderzoek en de partij bundelt, ja, dan kunnen er hele mooie dingen gebeuren. Ja. En ook heel snel en heel concreet. En dat is nou precies wat we nodig hebben. Ja, want je zegt heel snel, heel concreet. Je hebt al fantastische voorbeelden meegenomen, hè, die hier ook op tafel liggen, wat er kan. Jij bent ook lid geworden van die Bayer Group Biobased Bouwmaterialen. We gaan straks verder praten over wat dat precies voorstelt. Maar wat zou jouw droom zijn? Wat zou er nodig zijn om dit echt te kunnen versnellen? Nou, mijn droom, ik maak natuurlijk wel van die droombeelden. Dat je zelf met een gebouw van je eigen reststromen kan laten zien wat er mogelijk is. En we willen met een expeditieruimte beginnen om inspiratie op te doen voor onze omgeving. Maar de mooiste stip is eigenlijk van ja, een gebouw neer te zetten die met reststromen gewoon gemaakt is en ook duurzaam gebouwd is. Ja, dat is het mooiste droombeeld die ik voor ogen heb. En dat wil je dus binnen je eigen bedrijf, wil je daar een ruimte voor gaan creëren waar collega-ondernemers naartoe kunnen om dat te zien? Nou, die inspiratieruimte, dat willen we zo snel mogelijk doen. Daar kunnen we gewoon concreet morgen mee beginnen. Door lid te zijn van die buigengroep is het gewoon concreet. Maar binnen 5 jaar wil ik dat zo'n project gewoon realiseren. Dat het gewoon impact hebt. Ja. En dat we kunnen laten zien met elkaar van het kan wel. En dan kan je die sociale maatschappelijke waarden ook gewoon laten zien. Ja, dat is gaaf. Als we dat voor elkaar kunnen krijgen. Ja, dat is fantastisch. Ja. Want zit er ook een goed verdienmodel in, denk je, Anneke, voor de sector? Ja, dat hopen we natuurlijk van harte. En kijk, de topsectoren in Nederland die allemaal zijn voor innovatie om problemen die er zijn in de wereld op te lossen. Als we vanuit Nederland ook in de agrofood- en tuinbouwsector ook kunnen laten zien dat we al die reststromen kunnen verwaarden en daarmee kunnen bouwen, dan is dat weer een nieuw verdienmodel. Ik weet zeker dat er weer ondernemers zijn in Nederland die denken, hey, dat is een goed idee, dat gaan we weer verkopen in het buitenland. Ja. En de topsectoren zijn er natuurlijk ook om de economie te blijven aanjagen en te laten zien. Zo is het, er moet uiteindelijk natuurlijk ook een boodschap mee verdiend kunnen worden, Harry. Ja. Nu zijn het kosten. Ja. Nu zijn het kosten. Nou, mijn dochter zit zelf ook in de tomaten als bijbaantje. Maar het is ongelooflijk wat er eigenlijk inderdaad in een container of op de composthoop belandt nadat de tomaten eraf zijn gehaald. Ted, daar weet jij natuurlijk alles van. Ja, maar je kan natuurlijk ook een beetje omdenken van ja, die tomaten hebben gewoon een waarde. En ook heel veel gekost. En wij zijn er ook 1 jaar of 7 met nieuwe productlijnen bezig. Met vleesvervangers van tomaten. Dus je gaat dan ook mee met de trends naar gezondheid. En we creëren ons eigen nieuwe markt. Ja, en dat is dit mooie potje, hè? Ja, ja. Klopt. En we hebben ook een innovatieprijs gewonnen. Dus je hebt wel waardering ook vanuit de consument. Ja. Ja, je moet gewoon geduld hebben. Dus je moet gewoon 7 jaar laten rijpen, net als een goed fles wijn, voordat het betaalbaar wordt. Ja, geduld, maar vandaag hebben we ook gehoord, het mag ook allemaal wel wat sneller. Dus Ted, sowieso dank voor jouw uitleg. Want het is inderdaad interessant, je noemde al een paar keer de Bayer Group. Hè, of althans, het initiatief ook vanuit het ministerie. Dus ik wil jou vragen, Ted, om inderdaad even toch plaats te gaan maken voor de SG van het ministerie. Daar ga ik ook mee doorpraten wat die Bayer Group is. Dus ik stel voor, Jan Kees Goed, de secretaris-generaal van het ministerie van LNV. Ja, kom erbij. En Jan Willem van de Groep, kwartiermaker van de Bayer Groep, biobased materialen. Ja, Anneke, dan mag jij inderdaad even op die stoel daar gaan zitten. Ja, Jan Kees, kom erbij. En Jan Willem... Van harte welkom. Jan Kees, goed. Ik begin eerst met jou. Je bent secretaris-generaal van het ministerie van LNV. Waarom gaat het ministerie inderdaad nu ook investeren in die biobased bouwmaterialen? Welk belang hebben jullie daarbij? Nou, als we ten eerste kijken naar het belang van de Nederlandse land- en tuinbouw, wat zojuist ook al eventjes ter sprake kwam, maar bijvoorbeeld ook de bosbouw in Nederland. We willen meer bos creëren. Dan zien we dat we eigenlijk allerlei materialen overhouden, wat net ook al aan de orde kwam, wat nu te veel als reststroomafval wordt gezien, waar veel meer waarde uit te halen valt, hè, waarde die we kunnen toevoegen voor de bouw in Nederland, maar daarmee ook toevoegen aan het verdienmodel van landbouw, tuinbouw, maar ook de bosbouw. Ja. Met nog natuurlijk hele mooie kansen als het gaat over CO2-opslag bijvoorbeeld. Ja, want we hebben het nu wel gehad over die reststromen in de tuinbouw. Maar we kunnen natuurlijk ook praten over hennep, over vlas, over zeewier. Dat zijn ook allemaal vormen, hè, van biobased bouwmaterialen. Ja, eigenlijk alles wat we laten groeien en bloeien in Nederland, hè, dat gebruiken we natuurlijk voor bepaalde doelen. Maar ja, we komen er steeds meer achter dat wat we daarvan overhouden, wat we nu nog te veel als afval zien, dat dat eigenlijk zonde is en dat daar heel veel waarde in zit.
Niet alleen voor de land- en tuinbouw en de bosbouw, maar juist ook voor bijvoorbeeld de bouwsector in Nederland. Ja. En we noemen het eigenlijk geen afval meer, maar reststromen, klopt? Ja, is dat het klopt. Nieuwe woord en, dat we daarvoor gebruiken? Reststromen en ja, je moet dat eigenlijk in de keten zo hoog mogelijk zien te verwaarden. Ja, ja, want het is natuurlijk ook echt waardevol materiaal, ja, wat je zegt. En heeft het ook nog andere voordelen? Hè? Ik bedoel, het heeft waarde, maar heeft het ook nog voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld cement of beton als je gaat bouwen met biobased materialen? Nou ja, kijk, vanuit het ministerie van LNV past mij natuurlijk een beetje bescheidenheid om daar een groot oordeel over te hebben. Wij zien zeker wel die voordelen. Als je kijkt naar houtbouw, hè, dan bouw je natuurlijk stukken lichter dan traditionele bouw. Ja, dat kan allerlei besparingen met zich meebrengen als het gaat om funderingskosten. We kijken natuurlijk ook naar de manier waarop we bouwen in Nederland. We denken dat we daarmee makkelijker elektrische materialen kunnen gebruiken om te bouwen. Nou, dat levert weer winst op als het gaat om stikstofuitstoot. Dus we zien eigenlijk op allerlei plekken in die hele keten winstmogelijkheden. Ja, dus niet alleen maar omdat het inderdaad gewoon zonde is om eigenlijk weg te gooien en het van waarde is, maar ook echt nog voordelen in de bouw zelf. Is de bouwsector zelf klaar voor deze beweging? Heb je het gevoel dat zij hiervoor openstaan? Nou, dat denk ik wel. Dat hoop ik natuurlijk ook. Ik denk dat we dat met elkaar ook kunnen stimuleren. Die buyer group kwam zojuist al aan de orde door zaken ook echt te laten zien. En wij willen natuurlijk vanuit de overheid dat ook stimuleren door waar kansen zijn, ja, ook ruimte te geven aan die kansen, aan eventuele experimenten. En soms moet je het ook gewoon proberen met elkaar. Hè? Dus ook echt kansen pakken. Ik heb een heel mooi voorbeeld, hè, van het Duivestein, hoe je natuurlijk zelf ook daarin een rol kan pakken. En ik roep bouwbedrijven ook echt op om zelf ook die kansen die je ziet te gaan realiseren in de praktijk. Ja, we hebben ook al de Courage Club vandaag gehad. Hè? De moedige leiders, de moedige beslissingen die nodig zijn. Je zegt van je moet daarin ook kansen pakken. Laat ik ook even naar Jan-Willem gaan. Jan-Willem de Goede, want de overheid neemt hier wel ook het initiatief, hè, om die buyer group ook op te richten. We zagen ook al Ted Duivestein die ontzettend veel al doet. Maar er is natuurlijk ook die bundeling van krachten nodig. Want wat doet die buyer group precies? Die buyer group, als ik even één dingetje nog mag aanvullen. Ik zou als ministerie van LNV zeker niet te bescheiden zijn. Want de biobased bouwen heeft de potentie om heel veel CO2-uitstoot te verdringen en CO2 op te nemen. En richting 2030 kan het oplopen tot 8,5 ton van de 20 megaton. Dus de landbouw kan echt een enorme impact hebben op. Dus dat is ongeveer 40%? Ja. Ja, ja, binnen 10 jaar, als we het voor elkaar krijgen om heel snel op te schalen. Alleen het is een imperfecte markt. Hè, dus er is op dit moment bijna geen markt voor biobased restmaterialen. De hout zien we nu wel een hele dynamiek omheen ontstaan. Maar restmaterialen staat eigenlijk nog een beetje in de kinderschoenen. Maar even Jan-Willem, dan als ik het goed begrijp, als wij allemaal biobased zouden gaan bouwen in de bouw, dan kunnen we daarmee een CO2-reductie halen van 40%. Ja, van het deel bouw. Hè? Dus het de bouw doet. De bouw doet ongeveer 15% van de emissie binnen de industrie. Ja, dus van die 15% kunnen we 40% reductie realiseren. Ja. Maar dat is nog steeds gigantisch. Ja, ja, dat is, die 15% is trouwens het opzicht van heel Nederland. Dus het is 40 van 15 is dan de emissie. Dat is echt veel. Want dat is evenveel als wat gehaald moet worden met besparing in de gebouwde omgeving van gas en verwarming. Dat zit ongeveer op 9 ton. Ja. Dus het is echt een significante bijdrage. De buyer group die bestaat eigenlijk bij de gratie dat het nog niet goed genoeg is. Want anders zouden we hem niet nodig hebben. Er zijn toch nog wel een aantal zaken die zorgen dat het eigenlijk niet echt snel opgenomen wordt in de markt. Heeft een heel aantal redenen. Dat is risicoaversie, dat is onbekendheid. Dat is dat heeft ook te maken met de prijs. Dus er zijn een aantal redenen waarom dat is. Nou, en ik begrijp ook wel een beetje van Anneke dat ook nog heel veel dingen nog niet bekend zijn. Ik bedoel, kun je er echt mee bouwen? Gaat het niet rotten? Ja. Nou ja, dat noem ik even die onbekendheid in de bouw. In de bouw zitten natuurlijk techneuten die zijn opgeleid met staal en beton en hout. En die kunnen altijd heel goed uitleggen waarom iets niet kan. Dat lijkt bijna of je dat ook leert op een technische
opleiding. Zo'n buyergroep is eigenlijk bedoeld om vragers bij elkaar te krijgen, opdrachtgevers uit de overheid, semi-overheid en privaat. En de bedoeling is dat ze gezamenlijke visie, strategie ontwikkelen op het inkopen van, in dit geval, biobased bouwmaterialen. En dat ze dan ook daadwerkelijk binnen 2 jaar dat ook echt gaan doen in projecten. En het ook verder in hun beleid gaan opnemen. In dit geval, je kunt je voorstellen dat het voor een school of circulaire scholen of houten huizen, is allemaal vrij makkelijk. Dan ga je met z'n allen focussen op houten huizen. Hier hebben we het over bouwmateriaal. Ja, dat kan voor een school zijn, dat kan voor een zwembad zijn. Een kas, meneer Duijf, zijn we een kas. Nee, dat kan voor heel veel dingen zijn. Dus wat wij vooral gaan doen, is vooral kijken van hoe kunnen we die opdrachtgevers, voordat het inkoopproces plaatsvindt, helpen om risico's in beeld te brengen als je met dit soort materialen aan de slag gaat. En hoe groot risico loop je dan? Waar kun je dat plaatsen? Als je biobased uitvraagt, ja, wat is dan überhaupt een biobased uitvraag? Dus er zijn heel veel vraagstukken die nog eigenlijk voor het inkoop of voor het transactiemoment met een aannemer eigenlijk beantwoord moeten worden. En dan ga je dat inkoopproces in. En dan hopen we dat de ambities die hoog zijn, dat die niet na de inkoop eigenlijk om zeep geholpen worden, omdat een aannemer zegt van ja, maar dat kan helemaal niet. Nee, ik ga het toch niet doen. Mij toch een beetje te riskant. Ja, want Anneke, zie jij kansen voor de buyer group? Ja. Ja, ik denk absoluut. Ik denk zeker in onze sector. Hè. We worden leverancier van materialen die hergebruikt kunnen worden. Maar er is ook heel veel interesse om ermee te bouwen. Het past van nature heel goed bij de sector, hè, waar alles met groen en zo plaatsvindt. Bedrijven als Eosta, die al helemaal een circulair en biobased gebouw hebben. Ik zag dat Beo een nieuw gebouw gaat, en dat is een veredelaar, wat circulair wordt. Flora Holland heeft net een gebouw. En het gaat allemaal over duurzaamheid en hergebruik van materialen, of het nou spijkerbroeken zijn of biobased. Het is populair. Het kan eigenlijk niet snel genoeg, begrijp ik ook. Ja, het kan niet snel genoeg. Het heeft een enorme aantrekkingskracht, denk ik, ook op nieuw personeel. Mensen vinden het gewoon hartstikke leuk als ze bij een onderneming kunnen werken die daarop let. Het ministerie zal daar, denk ik, zelf ook gebruik van maken. Dus dat heeft heel veel potentie. Daar ben ik wel van overtuigd. Ik verwacht ook dat als je spullen niet hergebruikt, dat het verwerken van afval wordt steeds duurder. Dus de business case wordt ook steeds sneller interessant, denk ik. Maar ik vind het wel een heel goed punt dat je, voordat je iets aanbesteedt, moet je al hulp kunnen krijgen met de informatie. En daar kan de buyer group echt een enorme rol in spelen. Want daar zitten straks mensen, jijzelf en Peter Oeye en anderen, die ons kunnen helpen, of die bedrijven kunnen helpen om na te denken over wat er überhaupt kan. Ja. Want mensen weten het niet. Nee, maar als ik het goed begrijp, Jan Willem, is het wel zo, de buyer group, hè, daar zitten dus ook echt die concrete opdrachtgevers in, die daadwerkelijk willen gaan bouwen met biobased materialen. Ja. En er wordt ook een lijntje gelegd aan de producenten, die het dus kunnen produceren. Ja. Maar het gebeurt nu nog niet. Hè. Er is nog niet een producent die zegt van haal bij mij maar het isolatiemateriaal. Dat heb ik gemaakt van paprika stengels. Nee, niet met paprika stengels. Dus ja, er is nu wel een producent die dat. Het wordt al wel gedaan. Maar dat is echt op hele kleine schaal. Dus we zien het wel. Hennep en vlas en stro, dat zijn wel producten die al volop gebruikt worden. Maar dat zijn nog wel niche-markten. Hè? Dus ook nog heel duur. Zeker. Duurder dan het standaardmateriaal. Heeft natuurlijk ook wel weer met marktimperfecties te maken. Hè? Want CO2-beprijzing, dat hebben we nog helemaal niet goed geregeld. Die hele industrie regelt zichzelf ook. Dus alle bouwregeltjes die worden bedacht door de industrie. Dus de instapdrempel voor nieuwe materialen is ook echt ontzettend hoog. Ook daar moeten we echt nog met BZK nog aan de een bak om dat voor elkaar te krijgen. Want dat is misschien wel even leuk, althans niet leuk, maar Jan Kees, want wat kan inderdaad daar ook de overheid in doen? Want je ziet toch wel dat al die duurzame producten natuurlijk nog steeds gewoon heel duur zijn. Als ik zelf een huis wil bouwen op biobased materialen, dan kost me dat gewoon 5-6 keer zoveel als een huis met eigenlijk niet duurzame Niet zoveel, producten. Maar Niet 5-6 keer? Nee, dat niet. Maar je bent minimaal wel, twee. Minimaal twee. Ja.
Nou ja, dat laatste wilde ik wel even in twijfel trekken. Hè. Dus, want anders wordt de drempel wel heel hoog. Ja. En kijk, de overheid is natuurlijk degene die de regels maakt. Maar vaak komt het wel weer vanuit gevestigde sectoren. Dus wij willen juist door het stimuleren van die biobased biogroup ervoor zorgen dat we dat doorbreken. En dat is niet alleen LNV, maar daar is Binnenlandse Zaken ook bij betrokken vanwege bouwregelgeving. Eigenlijk alle departementen die met onze fysieke leefomgeving te maken hebben. We willen samen met BZK ook daarin optrekken, hè, om dat biobased bouw sterk te stimuleren. Houtbouw gaat daarin voorop, maar dat moet echt breder. En natuurlijk is dat altijd even trekken en duwen, zeker in zo'n beginfase. Maar er zijn hele mooie voorbeelden. Die moeten volgens mij ook veel meer platform geven om te laten zien hoe mooi het kan zijn. Ik moest even denken aan dat ik op bezoek was bij een biologische kaasboerderij die de kaasopslag plaats heeft gebouwd, hè, met leem en stro en hennep. En dat qua klimaatbeheersing dat echt een prachtig voorbeeld is van wat je daarmee weet te bereiken. En op termijn bespaart dat. Hè, dus, maar je moet wel even durven als biologische boer om dat te doen in dit geval. Nou, wij kunnen als overheid af en toe steuntje in de rug geven. En samen met het bedrijfsleven, maar bijvoorbeeld het Rijksvastgoedbedrijf en andere partijen ervoor zorgen dat we, nou, daar waar die twijfel zit, we elkaar net dat duwtje in de rug kunnen geven. Ja, we zouden dit natuurlijk enorm moeten belonen. Mensen die hun nek uitsteken met dit soort initiatieven. Hè? Dat zou eigenlijk natuurlijk dat zou goedkoper zelfs moeten zijn. Maar er is ook in principe geld voor. Want ik had het net over die 8,5 megaton. We gaan straks heel veel geld stoppen in wat we dan CCS noemen. Dat is CO2 afvangen en in de grond stoppen. Diezelfde CO2 wordt ook opgeslagen in biobased bouwmaterialen. Dus dat geld wat we eigenlijk van plan zijn om in de grond te stoppen, kunnen we natuurlijk ook gebruiken om boeren een extra verdienmodel te geven om met dit soort materialen aan de slag te gaan. Ja, ik hoor dat het mes snijdt aan ontzettend veel kanten, als ik het zo zeker, hoor. Ja. Wij gaan ook vandaag, dit is ook de lancering, hè, van die Bayer Group Biobased Bouwmaterialen. Het is wel een hele mond vol, moet ik zeggen, dat wel. En Jan-Willem, jij had daar iets ludieks voor bedacht. Ja, ik heb het zelf niet bedacht. Mijn collega Peter Oei heeft dat bedacht. Wat je hier ziet is een bak, dat is een plaat, of eigenlijk een bouwdeel, een bouwblok, gevuld met mycelium. En dat is een schimmel die ik zou het bijna zeggen, dat is het nieuwe goud van de bouw. Want hiermee kun je restmateriaal eigenlijk binden op een hele natuurlijke manier. Dat is een levend materiaal dat, nu ja, nog steeds. Ja, het is een soort het is restmateriaal, dat wordt gemalen. Daar doe je schimmels doorheen. En vervolgens doe je het in een mal of in zo'n vorm. En dan gaan die schimmels gaan groeien. En op een gegeven moment laat je ze weer doodgaan. En dan heb je een bouwblok. Kijk aan. Met fantastische eigenschappen op het gebied van isolatie en geluid, et cetera. Ja. Dus dit zou het bouwblok ook kunnen zijn voor meneer Duifstein voor zijn nieuwe kas? Ja. Ja, zeker in beginsel aan de binnenkant. Dus vooral binnenwanden en geluidswerende wanden en dat soort zaken. Maar ook als isolatie zie ik in de toekomst daar nog wel iets mee gebeuren. Maar het staat allemaal nog in de kinderschoenen. Dus alles wat je hier ziet is echt nog experimenteel. En zit er dan een coatinglaagje overheen? Want dat nee, dit is echt gewoon wat er... Zo droogt het in. Zo droogt het in, ja. Het idee is dat u eigenlijk mij helpt om zo'n bak... Ik ga hem vullen. En dan gaan we die vorm erin maken. Ik heb overigens doekjes bij me om uw handen weer schoon te krijgen. Ja. Kijk, het klinkt ook even koelen, hè? Het voelt een beetje vochtig aan. Ja, het is aardvochtig. Ja. Nou, dus de secretaris-generaal, onze SG, die mag dit mooi creëren. Ja. Ja, het mag wel een beetje zo. Je aandrukken. Is het net een beetje te grof. Het ruikt een beetje naar vochtig stro. Ja, hè? Ja. Oh ja, mooi. Nou, ik doe er wel bij. Het zou zuinig zijn op onze materialen. Ik weet niet of je de koe zelf van kunt maken. Mm-hmm. Oh ja, je ziet eigenlijk het witte van die schimmels. Ja, en het mooie is dat je er allemaal vormen van kunt maken. Dus je kunt het eigenlijk in een vorm kneden. Maar dan zouden we het eigenlijk nog wel iets fijner moeten malen. En hoe lang moet dat dan drogen, Jan-Willem? Of hoe werkt dat hele proces? Is het morgen klaar? Of... Nou, het moet de droogkamer in. En dan, doordat het gaat... drogen,
gaat het uiteindelijk ook de schimmels weer. En zijn dat dood? Allemaal houtsnippertjes? Of, Ja, dit zijn... ik denk dat dit... of lisdodden is, of ik weet niet helemaal zeker wat het is. Maar je kunt uiteindelijk met alle restmaterialen kunt maken. Maar het gaat uiteindelijk, je kunt allerlei restmaterialen voor inzetten. Het gaat dus om die schimmel die je erbij stopt. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, die doet ze. Ja, die bindt eigenlijk de vezeltjes aan elkaar. Dat groeit gewoon helemaal door die vezels. En waarom moet het in die vorm? Is dat nog van belang, dat glooiende heeft? Nee, dit kun je in allerhande vormen maken. Maar dit is een mooi bouwblok. Deze kun je eigenlijk gewoon stapelen. En dan kun je ook nog eens omwisselen. Ik wil even aan de andere kant, dan kunnen de mensen thuis het ook zien. Je kunt een hele mooie vormen. Maar het wordt ook gedaan in mallen. Je kunt er platen van maken en die platen heel mooi recht afsnijden met een lintzaag. Dus ja, je kunt er allerhande dingen mee doen. Heeft de SG het goed gedaan? Dan moet hij nog wat meer aanschaffen. Ja, nou, Peter had mij iets fijner materiaal moeten leveren. Want eigenlijk deze vorm er nu in maken, dat lijkt mij op dit moment even dan moet je het helemaal los zien te krijgen. Dat is dan. En moest er nou nog een dingetje overheen, Jan Willem? Zag ik nou nog een zakje met dat? Nee, ik had een doekje meegenomen. Oh, Dat komt wel goed. Ja? Okay. Oh, dus dit is het. Zo is het klaar. Ja, dit is eigenlijk hoe wij in de toekomst. Dit is maar een materiaal wat we kunnen gebruiken en een manier om restmaterialen in de toekomst te gebruiken. Er zijn legio mogelijkheden in de toekomst, want alles wat vezels heeft, cellulose heeft en lignine heeft. Dat wordt in de toekomst worden dat ook de bouwstenen van de chemie. Dus ook de hele biochemie zal dit soort materialen gaan gebruiken. Ja. Nou, ik zou bijna zeggen, een kind kan de was doen. Harry, is dit interessant ook voor de toekomstige studenten? Nou, ik denk dat het zeer interessant is. Ik hoor isolatiewaarde. Ik weet niet of iemand enig idee heeft hoeveel appels in koelcellen zitten en peren. Denkt u daar eens aan? Ik vind dit zeer interessant. Geluidswerend is natuurlijk ook interessant in pakstations en in andere faciliteiten. Dus er zijn heel veel mogelijkheden, denk ik. Ja. En die vezels, het zou ook gemalen fruithout, snoeihout kunnen zijn. Ja, dus zeker. Daar zijn we weer. Ja. Ik denk alleen dat we straks te weinig vezels krijgen. Dat is een andere discussie. Ja, eigenlijk is alles wat groeit, is in potentie dus te gebruiken als bouwmateriaal. Klopt. Ja. Dus wat je zei ook, lisdolde of wat dan ook. Dus, Wordt ook al heel veel mee geëxperimenteerd met lisdodden. Zowel in persplaten als in dat je het weer heel fijn maakt. En als vulling gebruikt voor hout skeletbouw. Dus er zijn op dit moment best heel veel experimenten en proeven aan de gang. Om te kijken van hoe kun je doen. Er zijn ook koplopers in de bouw die echt hun nek hiervoor uitsteken. En de belangrijkste ontwikkeling voor de bouw of voor de landbouw is misschien wel dat er op dit moment ook een enorme industrialisatieslag plaatsvindt in de bouwsector. Er worden grote fabrieken gebouwd om huizen. We moeten 1 miljoen huizen bouwen de komende 10 jaar. Componenten, denk ik, die wij in onze industrie zouden kunnen gebruiken dan alleen dat. Maar ook de ingang, de hulpstoffen die wij gebruiken, er zijn natuurlijk enorme kansen. Dus ik zou het zelfs breder als bouwstoffen willen. Ja, dus show it, don't tell, maar show it. Dat zou je zeggen inderdaad. Jan Willem? Ja, ik kom uit de energietransitie. En daar hebben we ook gedacht dat het door voorbeelden zou moeten. Ik denk dat het conditionering veel belangrijker is. Op dit moment wordt biobased in wet en regelgeving echt ondergewaardeerd ten opzichte van traditionele bouwmaterialen. Dus ik vind dat we, dat heet de MPG, dat is een regeling in het bouwbesluit. En die moet echt zo snel mogelijk aangepast worden. Waardoor biobased echt veel gunstiger in de rekensommetjes van de opdrachtgevers eruit gaat komen. En daarmee ontstaan goede condities om veel sneller deze biobased materialen te gebruiken. En dat zijn dus aanpassingen in wet en regelgeving? Ja, dat is weer die imperfectie van de markt die ik net zei. Dus ook aanpassingen in wet en regelgeving. Ja, ten slotte, Jan Kees, welke interventie waarvan zeg jij, die moeten we dan ook meteen doorvoeren. Willen we dit echt tot een groot succes maken? Nou ja, hij wordt al bijna voor het doel gerold, de bouw. Die moeten we natuurlijk als overheid inkoppen. Maar ik kijk ook nog even naar de consument, want dat is een hele belangrijke factor. Voorbeelden, maar maak ook zichtbaar
Als consument zie je natuurlijk eigenlijk altijd alleen dat eindproduct. En het is belangrijk om echt zichtbaar te maken hoe die keten in elkaar zit. En wie wat in die keten hier ook aan kan verdienen. En geef consumenten ook handvatten om zelf daarop te kunnen sturen. Dus als je nu een offerte vraagt van een aannemer of wat dan ook, dan is dit helemaal nog geen issue. En dat moet echt veranderen. Want die vraag die gaat ook druk creëren op de hele keten om hier in te investeren. Ja, ja. Nou, ik laat in ieder geval afsluiten met de hoop dat het heel snel ook in de bouw, op de bouwmarkten gewoon aanwezig is. Dat we ook echt iets te kiezen hebben als consument. Dank in ieder geval voor jullie inspirerende verhalen en deze fantastische initiatieven. Jan-Kees, wij gaan straks samen afsluiten. Maar we gaan dit blok afsluiten met een fantastisch filmpje. Zodat we nogmaals uitleggen wat die Bayer Group Biobased bouwmaterialen inhoudt. Laten we gaan kijken. De bouw is verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-emissies, vooral door het gebruik van beton en staal. De Mondriaan zit toch 15% van de CO2-emissies zit in de cement, beton en staal. Daar moeten we van weg, dat weten we allemaal. En het goede nieuws is nu dat we nieuwe innovatie in het spoor hebben, biobased bouwmaterialen. We staan hier bij een huis die is gebouwd van kisten, vol met paprikastengels, als isolatie. Een voorbeeld van wat er ook kan. Samen met de mensen in de Bayer Group Biobased Bouwmaterialen gaan we ons inzetten om zoveel mogelijk biobased bouwmaterialen te gaan toepassen in de nieuwbouw en bij renovatie. De Bayer Group helpt de risico's van biobased inkopen te beperken. Bijvoorbeeld door innovatief in te kopen. We blijven het biobased aanbod in kaart brengen en uiteraard ook de innovatieve bouwmaterialen uit reststromen van de land- en tuinbouw. Deelnemers delen kennis en ervaring om van biobased bouwen de norm te maken. Nou, in Nederland zijn we natuurlijk heel erg goed in tomaten telen, zo efficiënt mogelijk. En van 25 kilo tot 100 kilo per vierkante meter, afhankelijk van het gras. Nou ja, en wij produceren ook reststromen daarvan. En dat is maar 6 kilo per vierkante meter. Toch nog 1500 ton van onze 25 hectare grote kwekerij. En dat zijn toch 50 vrachtwagens vol. Nou, als we met al onze tomatentelers plafondplaten kunnen maken, dan kunnen we ongeveer 3 miljoen plafondplaten maken met een oppervlakte van 300 hectare. Wij zijn ook lid geworden van de Bayer Groep, omdat we samen met onze stakeholders, met iedereen, die toekomst in willen vullen over die bouwmaterialen. Het is dan bij je zoektocht en het is natuurlijk mooi om die zoektocht met z'n allen te doen. Alleen ga je snel, maar met z'n allen kom je wel verder. Zo zijn er allemaal mogelijkheden om ook de business case zeg maar, voor het landelijk gebied, het nieuwe landelijk gebied, hier vorm te geven. Ja, de Innovatie Expo 2021 hier in Studio Theater gaan wij afsluiten. Maar we gaan straks nog wel door op het kanaal van de Jonge Innovators. Dus schakel straks nog eventjes naar de Jonge Innovators. Maar de afsluiting vindt hier wel plaats. Dat doe ik samen met Jan-Kees goed. Ja, Jan-Kees, want we hebben fantastische dingen vandaag gehoord. Mooie innovaties. Mensen kunnen ook nog kijken naar alle innovaties bij de exposanten. Maar ja, hoe nu verder? Hoe zorgen we dat het handelingsproces perspectief wat vandaag geboden is, niet verloren gaat? Nou, wat heel belangrijk is als je op zo'n dag als vandaag met elkaar enthousiasme creëert, dat je probeert om dat enthousiasme ook om te zetten in daadwerkelijke afspraken. En de Biobased Bayer Group, waar we zojuist iets over hebben gezien, is daar zo'n voorbeeld van. Het blijft niet bij een plan of een idee, maar we gaan ook echt met elkaar stappen zetten om concrete resultaten te bereiken. Ja, want de innovatie-estafette, die gaat natuurlijk ook door. Dus ik zou zeggen, denk ik namens de hele organisatie, namens alle vier de ministeries, ga vooral door, want Nederland heeft het nodig. Jan-Kees, dank je wel ook voor deze afsluiting. En voor alle mensen thuis, schakel nu nog even over naar het Jonge Innovators kanaal. Want daar gaan we spectaculair afsluiten, onder andere met de speld en ook nog met wat anders. Dus ik zie jullie zo meteen. Ik ga er ook naartoe. Dus over 5 minuutjes zien we elkaar daar. Tot zometeen.